Hoi, de meeste mensen zijn ondertussen weer terug van vakantie. En ja, wat heb je altijd na de vakantie? Inderdaad, de koffers uitpakken. Laten we vandaag eens koffers gaan tekenen. Doe je mee? Ja, koffers. Hoe teken je nou koffers? Nou ja, koffers zijn er in alle maten en verschillende maten. Groot, klein. Maar ja, welke koffers neem je nou mee op reis, hè? Laten we eens een koffer gaan tekenen. Nou, je hebt natuurlijk de bekendste, hè? Dat zijn die je overal ziet. Die koffers met zo'n handvat eraan op wieltjes. De trolleys, de trolleykoffer. Nou, altijd een hoop lawaai vind ik ze maken. En ik moet zeggen, we hebben ze ook allemaal thuis, hoor. Zo'n trolleykoffer, want het is gewoon makkelijk. Er zijn niet veel plekken in, er kan best veel in. En het is makkelijker te vervoeren, want je kan ze dus gewoon verrijden, zo'n koffer. Maar goed, ik had vroeger een soort Samsonite koffer, dat is zo'n merk. Hoe heet het? Een cijferslot erop, twee cijfersloten. Ja, de eerste keer dat ik op reis ging. Cijfercombinatie kwijt. Ja, dan heb je dus echt wel een probleem. Maar wat ik nou mooi vind, dat zijn die hele ouderwetse koffers. Echt die oude koffers. Misschien nog van hout zelfs. En ja, daar liepen van die banden overheen dan. Zo. Of dat waren riempjes. Zo, en een gesp erop. Wat lastiger tekenen zo, maar dat zijn echt die oude koffers. Een handvat eraan, zo. Een riempje erover. En hier nog een riem. En een gesp. Ook weer zo'n band erop. Hier ook nog eens met een versteviging vasthouden. Met spijkers, of tenminste gespijkerd. Ja, gespijkerd, gepopnageld, ik weet het niet. Er waren eigenlijk oude reiskisten, leken het wel. Die koffers. Ik zoek eigenlijk nog steeds een oude tekenkoffer. Ik heb nu zo'n aluminium koffertje, weet je wel. Om te tekenen bij het reclame tekenen. Of tenminste het karikatuur tekenen. Maar eigenlijk zoek ik echt nog wel zo'n ouderwetse koffer. Wat je ook vroeger zag, dat was dat die koffers altijd helemaal volgestickerd werden. Laten we nog een koffer tekenen. Dan doen we er eentje met hoekjes erop. Beschermhoekjes. Zo. Handvatje zo. Schermhoekjes erop. Even uitkijken dat ik niet buiten mijn camera ga. Maar volgens mij gaat het goed nu. Zo, en daar zaten dan ook riemen op. Zo, met een gesp. Zo. Het is wat lastig tekenen met een dikke stift. Zo. Zo, en dan, ja, die werd hier volgeplakt met stickers waar je was geweest en zo. En kon iedereen zien van, nou, hij is op vakantie geweest, hoor. Dat land is die geweest en daar is die geweest. En zo'n koffer zat op een gegeven moment dus echt helemaal vol. Met allerlei stickers zo, van waar je dan heen was geweest op reis. Hier nog zo'n van die klikslotjes. Nou, dat betekent de ene daar en de andere daar. Dat is toch niet zo heel erg handig. Maar goed, ik zou zeggen, ga zelf ook eens kijken of je voorbeelden van koffers kan vinden. Misschien heb je zelf al een koffer staan. Je bent als je op vakantie bent geweest, misschien staat hij er zelfs nog wel in de weg. Is hij nog niet opgeruimd? Probeer die eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!